Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer enthousiast, want ik ga een nieuw oogschaduwpaletje testen. Ik ga het Naughty paletje van Huda Beauty testen. Deze is echt net nieuw. 1 november is die gekomen, als ik het goed heb. En ik heb hem ook gelijk op 1 november besteld. Ik heb hem gisteren binnengekregen en ik ga hem vandaag reviewen. En ik ga ervan uit, jullie ook, anders had je überhaupt al niet op deze video geklikt. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga de intro niet te lang maken. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals je al wel kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Want daar gaat het vandaag niet over. Het gaat vandaag over het nieuwe Naughty paletje van Huda Beauty. Deze verpakking alleen al is super mooi. Hij is 65 euro. Huda Beauty oogschaduwpaletten zijn echt een van mijn meest dure oogschaduwpaletjes. 65 euro is een belachelijk hoge prijs. Hoe goed een paletje ook is. Ik vind het gewoon echt te hoog eigenlijk. Maar oké, de grote paletjes van Huda Beauty vind ik altijd best wel fijn. Altijd als ze weer met een nieuw groot paletje uitkomt, bestel ik ze ook altijd. De enige die ik niet had besteld was het nieuwe Nude paletje. Want die sprak me niet per se aan. Maar deze sprak mij echt zeker weer aan. Ik zal even de inhoud laten zien. Kijk even hoe prachtig de kleuren zijn. We krijgen ook weer een super grote spiegel. De kwaliteit van het paletje is echt heel erg goed. En we krijgen echt heel veel verschillende soorten oogschaduwformules. Deze hier in de hoek is ook heel erg apart. Daar ga ik het zo over hebben. En zoals je kunt zien, een beetje herfstkleuren, neutraal. Bruin, bordeaux, roodachtige kleurtjes. Toen ik dit paletje zag online, ik dacht echt gelijk, ik moet dit hebben. Al haar promotiebeelden waren ook echt prachtig. Ze had echt een hele bordeaux, rode, bruine vibe going on. Dus dat heb ik vandaag ook gedaan. Zelfs dezelfde soort nagels als dat zij heeft in al die foto's. Ik heb ook echt inspiratie gehaald uit die foto's. Alleen die van haar zijn iets meer bordeaux rood. En ik ben echt gegaan voor donkerbruin. Maar al met al, het lijkt op elkaar. Dus ik ben een beetje voor haar vibe gegaan. Want dat leek me wel leuk. Aangezien we haar paletje gaan reviewen. Ik ga niet het hele paletje swatchen. Want dat vind ik altijd onzin. Je moet het gewoon zien op de ogen. Dus dat vind ik altijd een beetje verspilde tijd en energie. Maar zoals ik al net zei, hebben we heel veel verschillende formules. Dus daar ga ik even iets over vertellen. Het staat ook hier achterop. Oké, er zijn dus 18 kleuren. Waarvan er 8 een velvet-achtige formule hebben. Je hebt 5 high shine metallic-achtige kleuren. Je hebt 3 multi-reflecting shimmer kleuren. Dus die zijn gewoon glanzend. Je hebt 1 matte cream shadow. En je hebt 1 Pearly Gloss Hybrid. En dat is dus deze. Zo'n oogschaduwformule zit echt in geen enkel paletje. Dit is een totaal nieuwe oogschaduwformule. Het lijkt een beetje heel apart, maar dit is een gloss. Het is een soort van gloss. Het lijkt alsof er hier allemaal niks zit. Maar de hele pen is helemaal gevuld met een clear gloss. Dus als je er met je vinger overheen gaat, voel je gewoon een soort van glossy substantie. En ik had gezien in haar video dat dit kleurtje is bedoeld om een soort van mooie glossy effect op je ogen te creëren. Dus deze kleur ga ik zeker gebruiken. En voor de rest zijn het gewoon metallic kleuren, glanzende kleuren en matte kleuren. Deze kleur hier is ook echt heel erg apart. Ik vind alle kleuren best wel apart in dit paletje. Ik zal er even 2 swatchen. Heel erg mooi. Ik denk dat je echt heel veel kanten op kunt met dit paletje. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd of dit paletje goed gaat werken. Ik denk het wel stiekem. Want over het algemeen zijn altijd haar grote oogschaduwpaletjes best wel goed. Dus ik denk niet dat ik mijn geld heb verspeeld. Dus we gaan hiermee een ooglookje maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Nou, we zijn lekker ingezoomd op mijn gezicht. Het is hier een beetje rood. Maar dat komt omdat ik gisteren een ooglook heb gemaakt waarbij ik een rode kleur heb gebruikt. En dat laat dan altijd een beetje een soort van vlekje achter. Dus het is niks raar. Het is gewoon oogschaduw van gisteren. Ik heb al gepruimd met concealer. Dus dat is al klaar. We kunnen gewoon gelijk ingaan met het paletje. Ik ga voor een beetje een bordeaux-bruinige look, of course. Want dat is het hele thema van dit paletje. En een beetje zo smoky eye. Dus ik ga denk ik hier een beetje plakband aanbrengen. Ondanks dat ik al make-up op mijn gezicht heb, hoop ik dat de plakband het er niet af gaat halen. Oh, ik ben echt zo enthousiast om dit paletje te gebruiken. Het zijn echt zo mijn kleuren. Ik ga beginnen met de matte kleur hier, Untamed. Die is een beetje bordeauxachtig. En ik gebruik hiervoor mijn Zoeva 231 kwast. En deze ga ik aanbrengen als een soort van winged liner. Ik ga zo hier naar boven. En dan volg ik gewoon die plakbandlijn, soort van. Het wordt weer lekker. Een heftig lookje, jongens. Ik ga zeker nog wel meer looks maken met dit paletje. Als je het niet meer terug ziet op mijn kanaal, dan gaan er zeker wel een paar oogschaduwlooks op mijn Instagram komen. Ik druk het echt gewoon zo goed in, want dan krijg ik de meeste pigmentatie. En dan zo uitblenden naar boven. En dan trek ik het ook zo naar binnen een beetje. In een soort van V'tje trek ik het zo naar binnen.
Je hebt nou misschien iets van, wat is zij aan het doen? Dat heb ik ook. Ik weet niet helemaal precies wat ik aan het doen ben. Maar meestal op het einde komt het ineens magisch helemaal goed. Make-up is echt een proces. Meestal in het midden van het proces heeft iedereen echt iets van, wat is ze aan het doen? En dan op het einde is het ineens goed. Ik heb het ook. Hè. Gewoon wanneer ik me opmaak, midden in mijn proces, terwijl ik het aan het doen ben, heb ik af en toe ook iets van, ik weet niet of dit goed komt. Maar eigenlijk, uiteindelijk komt het gewoon altijd weer goed. En dan een beetje doortrekken naar de binnenste ooghoek. Het is dus altijd de truc bij zo'n look om allebei de kleuren even hoog aan te brengen. Ik zie nou dat het hier iets hoger is dan hier. Dus dan moet ik het hier weer iets hoger gaan aanbrengen. Maar dat is altijd een beetje tricky. Want als je dat gaat doen, dan gaat alles steeds hoger en hoger en hoger. Dus op een gegeven punt moet je gewoon iets hebben van, weet je, ze lijken niet helemaal precies op elkaar. Maar whatever, we gaan het gewoon hierbij laten. Nou, ik vind de eerste kleur echt al geweldig. Veel pigmentatie, blendt gewoon goed in, brengt goed aan. I like it. Nou gaan we die kleur een beetje uitblenden. Uitblenden ga ik doen met deze lichtbruine matte kleur, die heet Juicy. Ik ga ook weer gewoon in met die ronde kwast van net. En wat ik dan doe, is dat ik gewoon een heel klein beetje zo blend bij de randen. Ik zet mijn kwast voor de helft op de kleur die er al zit. En voor de andere helft op, gewoon op mijn huid waar nog geen oogschaduw zit. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan ga ik gewoon zo rustig schetsen. Dat is echt een hele makkelijke manier om goed te blenden zonder helemaal te veel te blenden. Want dat is ook weer niet mijn bedoeling, want ik wilde echt deze shape erin houden. En dan gewoon zo schetsen, kijk. En dan blend je het zo heel mooi uit. Als ik nu zou gaan blenden met een hele grote fluffy kwast, dan zou alles veel te ver uitblenden. En dan zou de shape een beetje vervagen en dat wil ik dus niet. En ik blend ook een beetje zo door naar binnen. Wow, die kleur is echt perfect. Het is echt een perfecte transitiekleur ook. Kijk, zie je nu het verschil met hier en hier? Nou is het helemaal zo mooi geblend, maar niet te veel. Terwijl hier heb je echt nog gewoon zo'n harde lijn. Dus die gaan we ook eventjes wegblenden. Als iemand mijn look namaakt en het plaatst online, tag mij erin. Want ik vind het altijd super leuk om jullie looks te zien. Maakt niet uit welke look je namaakt. Als je gewoon één van mijn looks namaakt, tag mij. Oké, ik denk dat het zo wel genoeg is. Ik ga de plakband weghalen en dan hebben we zo'n rechte lijn. Oh, dit is altijd zo satisfying. Oh mijn god, kijk, kijk. Satisfying alert. Oeh. Oké, okay, mijn make-up zit er gewoon goed op, godzijdank. Dit is niet echt je everyday look, maar ik vind het wel een hele leuke aparte look. Oké, okay, nou gaan we spelen met de glanzende kleuren. Ik ga gewoon alles aanbrengen met mijn vinger, want ik wil het een beetje smoky aanbrengen. We gaan niet een harde cut crease maken of zo, ondanks dat dit wel een harde scherpe lijn is hier. Maar ik wil het gewoon op het ooglid lekker smoky houden. Ik denk dat ik twee kleurtjes ga aanbrengen, omdat ik toch allebei de verschillende formules wil proberen. Ik ga beginnen met een beetje aparte kleur hier. Die is een beetje goud met wit er doorheen. En deze kleur heet Flower Power. Kijk hoe apart dit is. Dit is echt een mixje van goud en zilver. Ik hou er echt van als er in een oogschaduwpaletje verschillende formules zitten en wat aparte dingen. Want er bestaan al onderhand echt miljoenen soorten oogschaduwpaletten. Dus alles bestaat al en alles is al wel één keer gemaakt. Dus het is altijd heel zeldzaam als iemand echt iets nieuws uitbrengt. En ik moet wel zeggen, dit paletje, de formules en zo, is echt wel iets nieuws. Is iets wat ik niet eerder heb gezien. Dus dat vind ik echt top. Ik ga een beetje van die kleur pakken, gewoon met mijn vinger. En dan een beetje aanbrengen gewoon zo op mijn ooglid. En dan vooral gericht op de binnenste ooghoek. Het is echt heftig. Het voelt ook heel zacht aan. Ik ga nou wel een beetje op de Bordeaux kleur hier. Maar dat maakt niet uit. Ik ga er straks weer overheen met die kleur. En ik breng het best wel hoog aan. Want dit is best wel een hoge look. Kijk hoe mooi dit is. Heel mooi glanzend. I love it. Dit is ook een prachtige glitterkleur voor op een andere oogschaduw. Voor erop om wat extra glans aan te brengen. Daar is hij denk ik ook echt ideaal voor. Dan pak ik de bruine glanzende kleur hier. Die heet Please Me. I love metallic. Dat is altijd zo lekker heftig. Die ga ik ook aanbrengen met mijn vinger. Kijk ook even hoe mooi deze aanbrengt. Ik ga die ook gewoon even swatchen. Die andere is meer glitterig. Die eerste kleur is meer een glitterkleur. En dit is echt zo'n wet look. Kijk, hij is bruin, maar als ik zo mijn hand beweeg, dan zie ik ook een beetje paars. Dus ook weer een beetje een aparte mix. Oké, even kijken. Die kleur ga ik ernaast aanbrengen. En dan meer gericht op de buitenste hoek. Dit is allemaal zo ontzettend mooi. Niet te doen. Oh mijn god, kijk hoe mooi. Ik ben echt zo impressed. Oh my god. Oké, ik ga nou weer een beetje van het Bordeaux terugbrengen. Dus ik pak weer die Bordeaux kleur Untamed weer met deze ronde kwast. En dan ga ik het gewoon een beetje zo terugbrengen. Ik wil niet een te harde lijn maken hier. Ik wil gewoon dat je die kleur weer een beetje ziet. Zo, gewoon kijk. Gewoon een heel klein beetje. Ik wil nog wel dat alles mooi smoky blijft daar. Dus echt maar een klein beetje. Er is by the way ook helemaal geen fallout. Daar was ik een beetje bang voor. Vooral die eerste glanzende kleur. Die is een beetje losjes, een beetje glitterig. Maar toch heeft hij echt bijna geen fallout. Ik zie hier een heel klein beetje glitter. Maar het is zo minimaal. Het
het maakt echt totaal niet uit. Het valt helemaal niet op. Dus dat vind ik ook top. Ik vind het echt allemaal zo ontzettend mooi. Het is precies gegaan als hoe ik wou. Deze look is niet echt heel makkelijk. Dus ja, de oogschaduw moet echt goed werken. To pull this off. Anders was het me echt niet gelukt. Maar dat het me echt is gelukt, ben ik echt heel blij mee. Ik doe gewoon een beetje fallout wat er is. Een beetje weghalen met de kwast. Ik ga ook een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Deze is van Benefit. En dan pak ik weer die Bordeaux kleur Untamed. En die ga ik ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En die kleur ga ik uitblenden met de kleur Juicy. Dus basically gewoon de twee matte kleuren die ik ook hier heb gebruikt. En daarmee ga ik gewoon zo een beetje onder en dan ook weer zo een beetje schetsen. Oké, basically is zo de look gewoon af. Je kunt het gewoon zo laten. Het is gewoon helemaal mooi, helemaal prima. Maar ik wil per se die hele aparte formule gebruiken. Die hier beneden in de hoek, die eruit ziet als een ziekte of zo. En die heet Slippery. Dat is de perfecte naam ervoor, want hij is glanzend en slippery. Ik ga daar gewoon zo overheen met mijn vinger. Dit voelt zo raar aan. Het voelt gewoon alsof ik met mijn vinger in een gloss ga of zo. En daarmee ga ik er zo overheen. Ik druk het er gewoon zo in. Hij maakt alles iets donkerder. Kijk, dit is de kleur die er vanaf komt. Ik vind wel dat hij de glans van de andere kleuren nou totaal heeft weggehaald. Kijk, zo was het eerst en nou is het zo. Ik denk dat je dit niet per se op hele lichte kleuren moet gaan doen, want dan haalt hij gewoon alles weg. I don't like it, eerlijk gezegd. Ik vind het helemaal niks. Nee, jongens, ik vind hoe het eerst was echt beter. Hij heeft echt totaal dat glitterige weggehaald. Ik zou deze echt alleen aanbrengen. Als je gewoon zo'n glossy effect wilt, dan zou ik hem aanbrengen. Ik zou hem niet aanbrengen op die andere glitters, want ja, ze vervagen gewoon. Dus ik ga ze gewoon weer even terugbrengen hoor. Want ik vond dat van net veel beter. Oké, nou ik heb die twee andere kleuren weer teruggebracht. Ik vind dit toch wel beter. I like it. Die glossy, ja, is niet echt mijn ding. Ik vond het niet zo mooi. Maar dit is dan hoe de oogschaduw eruit ziet. Wat vinden we ervan, jongens? Heel apart, maar ik vind het echt heel erg mooi. Ik ben echt heel tevreden over hoe alle kleuren werken. Alle formules die ik heb gebruikt waren ook gewoon allemaal goed. Ik ben echt heel tevreden. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik ga even een beetje mascara opdoen en nep wimpers en dan is de look echt af. Of wacht even, ik denk dat ik nog een glanzende kleur ga aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Ik ga voor de metallic glanzende kleur hier. Die heet Tantric. Ik hoop dat die niet te donker gaat zijn. Dit is een beetje goudachtig. Die ga ik zo aanbrengen hier in de binnenste hoek. Oh nee, hij is gewoon licht genoeg. Oeh, lekker heftig ook. Oké, dan is het nu echt klaar. Nou ga ik even wimpers opdoen. Ik kom zo bij jullie. Daar ben ik weer. We zijn een beetje uitgezoomd. Wimpers zitten erop. Dit zijn Primark wimpers in de stijl 747. Mijn fave wimpers, zoals jullie vast al wel weten. Ik ben echt heel blij met de ooglook. Ik vind het echt fantastisch. Alle kleuren werkten prima. Ik vind dit paletje echt heel erg goed. Echt prachtige kleuren. Ideaal voor echt everyday looks. Of je kunt zo'n heftige look mee maken. Je kunt gaan voor bruin, voor bordeaux, voor meer rozig. Je kunt echt best wel veel kanten hiermee op. En er zijn superveel verschillende formules. En dat vind ik echt heel erg leuk. De kwaliteit van het paletje is ook echt heel erg goed. Ik ben er echt super, super blij mee. Ik ga ook even een lipkleur aanbrengen. Ik denk dat ik ga voor donker. En omdat we vandaag een Huda Beauty paletje hebben getest, ga ik ook een Huda Beauty lip setje aanbrengen. Ik heb hier de Huda Beauty lip contour in de kleur Vixen. En ook de matte liquid lipstick van hun in de kleur Vixen. Dit is echt de perfecte lipkleur voor heel deze look en heel deze vibe die hier, ja, gaande is. Als je het iets meer draagbaar wilt houden, kun je ook gewoon een nude lipje aanbrengen. En dan is de look iets meer everyday draagbaar. Maar dit maakt het gewoon echt nog heftiger dan dat al is. Nou jongens, ik hoef denk ik niet meer te vertellen dat ik dit paletje zeker aanraad. Hij werkt zo ontzettend goed. Ik vind het echt prachtig. Al die formules, al die kleuren. Ik vind het echt gewoon een fantastisch paletje. Ik vind het echt gewoon een top, top paletje. 18 prachtige kleuren. De kwaliteit is ook goed. De kwaliteit van de verpakking is ook goed. Alles is gewoon goed. €65 is een hoog bedrag. Haal hem alleen als hij jou echt aanspreekt. Als dit een paletje is waarvan je echt denkt, hier ga ik echt veel gebruik van maken en je hebt er het geld voor. Ga niet je laatste geld hieraan opmaken. Als je gewoon wat extra geld hebt, dan raad ik hem zeker aan. Moet je dit paletje echt hebben? Nee. Maar moet je make-up überhaupt hebben? Nee. Make-up is toch wel gewoon een luxe. En als jij iets hebt van, ik wil mezelf lekker trakteren, ik raad hem zeker te weten aan. Hij is echt super, super goed. I love it. Ik ga dit paletje zeker te weten vaker gebruiken. Vooral op mijn Instagram. Mijn Instagram, daar maak ik altijd heel veel make-up looks en zo. En mijn kanaal is meer voor make-up testen en zo. En dat soort
dingen. Dus ik weet niet wanneer ik hem weer ga gebruiken op mijn kanaal. Maar op mijn Instagram komen er zeker wel een aantal looks. Want ik ga mijn hele geld eruit halen. Want ik heb 65 euro besteed. Dus ik ga elke euro eruit halen. Maar goed, laat me weten wat je vindt van de look, van de video, van het paletje. Vind jij het een mooi paletje? Vind je het paletje helemaal niks? Dat kan ook. Laat het me weten beneden in de reacties. Ik ben er in ieder geval heel erg enthousiast over. Ik ben heel erg blij met heel deze make-up. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!